Mickey Moose. De shit wat aan het dragen is in dat in die spel. Laten we nu even Koning 6 doen. Zat je 20 minuten in deze ene in level 7? Hé, ze kwamen met het eerste helft. 6. Want volgens mij ben je nog niet bij die paaltje geweest, dus. Zie? Ja, maar ik weet dat. Ik bedoel eerst bij de level cup en daarna die start en dan. Dat doet niet meer. Ja, ik heb toevallig gekeken, zelfs toevallig een oud spel daar zit voor Tom en Jerry. Dus weet je, dan denk ik nu aan tijd 2, hè? De Nederlandse stemacting. Oh mijn god, is het. Je gaat de Engelse stem opnemen, toch? Ik ga weet je wat, ik ga van jou een smaakje geven door de intersteek in Nederlands te doen. En dan ga ik terug naar Engels. Ga ik mijn PlayStation 3 insteken verwisselen naar Engels. Nee, ja. Oh mijn god. Nou, deze levels team is ook nice. Ja? Ik had een boss level hier. Nice. Maar hoe kan een boss dat naar een boss zijn? Je weet toch Koning's boss die gelijk hier is? Ja. Is eentje zoals dat. Nou, dat zou ik ook denken. Like, ik vind het niet het raarste ding om dat er een boss naast een stad zit. Nee, er zijn zoveel bossen in de stad. Je zou helpen wel als we een kaart hadden om te zien wat er precies allemaal zit ofzo. Ja. Dat zou cool zijn eigenlijk, weet je wel, als artwork en misschien bijvoorbeeld de kaart geven van de wereld van Spark. Ja, dat zou leuk zijn. Of het lijkt character project van de forms en zo. Weet je wat, dit spel heeft heel veel potentie en het is ook best wel goed, alleen er zijn zoveel missed opportunities en ik hoop dat het beter is om Spark te spelen of zoiets. Laten we beginnen eerst met de physics. Ja. Dat is de eerste ding dat echt gefixt moet worden. Dat is niet Sonic genoeg. Maar nu kan een bal veranderen als je in windvorm bent. Lijkt op de goede grond. Je kan ook de spin deze, maar ik weet niet precies hoe dat op de vloer kan blijven doen. Moet je verschillende watergedeelte gaan of kan je ook naar een bovenste gedeelte gaan? Dit is een level waarbij je gewoon hoog kan blijven of laag kan blijven. Het zal open level te zijn. Zeg maar. Ja, dat is wel leuk. Alles moet vernietigd worden. Everything must be destroyed. En hij kunnen met die pakken. Oh shit! Ik wist dat het ging gebeuren, maar. Jeetje, als je meestal door blijft verdringen, wat jij niet zal doen als ik dat nu het zeg, kan je die dingen ontwijken. Ik heb dat wel ontwijken. Ik heb ze niet. Ze raakten me niet zo. Nu ik het heb gezegd, though. Is het ding. Want meestal als je door blijft erin, kan je ze niet echt raken, ze nooit. Die dingen daarentegen, die ene die te fort komen, raken me bijna altijd. Helemaal in de ding voor. Is Park Mode. Anyway, ik ben de wind verloren. Wel, laten we deze bos dan verbranden. Fucking hell! Als Jesse daar boven kan komen. Ik weet niet hoe Luffy zich voelt wanneer hij al van iets afstand. Nou, Luffy. Zullen er nog geen gouden bal aan Luffy vastzitten? Dus tenminste één soort voorbeeld. Of dat ik stil van niet zomaar verplaatst word. What the fuck? Fuck it. Maar dat is een duivelsfruit voor je. Ja, dat is Pieter's fruit voor je. En zo heeft hij verslagen zonder duivelsfruit. Ja. Dat is een cool ding. Vuur onder water! Nou, dat is echt. Doe eens even je vlammenwerper. I'm sucking! Wanneer een Sparks je de suck geeft. Lijkt de rol ervoor. Oh, deze krap, minibaas. Dat is een grap. Ik heb nu eens extra hits ook. Ik zeg het je, Knight heeft wanneer die blauwe bal voor is, heb je een extra schild, dus een extra hit. Het is volgens mij wel te kruiden, maar ik niet krijg. Oké. Kijk, je hebt twee keer geraakt, alle twee waren door Knight's extra shield, snap je? Daarom heb je nooit een hit verloren. Dat is wat leuk vindt aan Knight, het is goed voor baasgevecht. Want het is niet de beste om schade aan te richten, maar het laat je langer leven.
soms echt nodig hebt wanneer, denk, wanneer die super challenge gaat doen. Nou, volgens mij een B. Een B. Er is wel een B, toch? Alles wat ik weet is dat ik gewoon door bleef rennen. En er is weer een viel in Nutshell. Ik weet niet meer hoe we overlaps gedaan, maar ik weet dat ik door bleef rennen. Kijk, maar weet je wat het ding is? Like, uiteindelijk is het gewoon, de levels zijn like, lang. En er zijn twee secties daarvan. Maar like, voor mij is het... Ik blijf gewoon rennen, dus het maakt niet zoveel uit. It's like, je geeft gewoon een base sectie voor, wat is welk level is het ook alweer? Voor like, wat is het? Mushroom Hill Zone. De Hearthstone. Is gewoon hetzelfde ding. Maar alleen met dit spel, je kan het nooit echt zo goed opmerken of er verandering is of niet. Is dit hier hebben we een Archer. En meh. Dat is wel leuk. Wel, als hij er is, dan wordt alles gelijk luid. Like, alles heel stil en hij is niet. Ah, ik kan die burner doen voor Kirby. Ja. Yeah. Cool ding met die burner ook is, like, het geldt als een soort dash, dus je kan zelfs like, aanvond bijkomen met de juiste flames. Oké, Reina Forest. Dat klinkt er voor anime. Ik vind het leuk voor anime, alles wat een beetje Japans is nu anime. Dit is B. Dit is een beetje wat meer machines achter, in de achtergrond. Oh shit, ik moet legit platformen nu. Je hebt geen gravity of wind. Elk wind laat je nog steeds platformen. Of cool. Ik heb tegen hetzelfde, ik heb vuur. Nou ja, beide zijn best wel goed tegen bazen nu. Ja, ik heb niet echt iets om goed mee te platformen. Nee. En dat is het probleem, want dit gedeelte van. Dit stuk van de stal begint te onderbouwen een beetje met gelijk leeg te worden. Ja. Yeah. Nou, je hebt net vervangen voor Archer. Ah, oké, dat is een twee. Ik weet niet, ik like, Knight is leuk, maar ik bedoel, ik heb lang op. Like, ik vind het weer beter. Is preference uiteindelijk. Is dat goede klasse kiest wanneer like Dragon is speelt preference? Wat vind je leuker? Lange afstand aanvallen? Of vind je het leuk om heel dicht bij je pijl te staan? Ik vind het wel leuk om dicht bij een pijl te staan. Hou je van veel superarmen maar trage aanvallen? Of hou je van snelle combo's, maar dan like, maar met weinig superarmen? Maar hebben ze een nerf? Het is gewoon... Ja. Hebben ze het gepatcht? Kan niet weten. Ja, ik heb eerlijk gezegd niet zo goed opgelet of er een update is gekomen in het spel of niet. Like, nadat ik terug ben gekomen ben ik niet zoveel op Steam geweest. Helemaal omdat mijn controller kapot is. Ah. Ik heb ook niet zo'n goede tijd om het spel te spelen. Like, nu weet ik nu tenminste weten hoe ik de PlayStation 3 controller aanpas kan maken wat ik wat doen, maar ik heb andere dingen nu. Editen, MMO, Sky 2. Misschien nog het opnemen van andere shit. Fuck physics, fuck gravity. Oh my god. Het is like jammer dat deze pop niet een double jump heeft, want like, net als like, bijvoorbeeld Avatar, wanneer like spin kon je bijvoorbeeld like, vliegen met vuur. Ik was dat niet erbij hebben gedaan ofzo. Ga terug. En naar beneden. Want als je edge had, kon je misschien nog naar boven gaan, maar je hebt geen edge. Ik ben niet edgy genoeg. Of gravity. Wat joke ik. Wat je hebt verloren. Ik kop ben. Ik had er toevallig eentje gevonden, maar dan had je nog gravity. Ja, ik kop ben, dus fuck mijn power of systeem. Wat denk je dat beter dan de power-up systeem? Kirby of het spel dat is gebaseerd op Kirby? Kirby Squeak Squad. Ja? Fuck, ik kon daar 5 power-ups houden als je dat je erover nadenkt. Dat is waar. Of 5 tornado's als je mij was. 5 tornado's. Where's your god now? Where's your god now? Oh, he's right here. Hello? Oh. Nog een vuur. Fucking godverdomme, ik kom hier naar boven en dan is alleen maar vuur. Oké.
Dan moet je extra omhoog proberen te komen voor, like, gravity. Like, mijn broertje zat dus, like, deze levels opnieuw te spelen met Vicious Mode. En elke keer zegt hij tegen me van, ja, dit spel is gemaakt meer... Deze levels zijn meer gemaakt voor Fark en zo. Dan zegt hij, weet je wat, ik denk over na en ik zeg van, nee. Nee, is niet. Als het zo, like, Fark heeft een beetje meer een ander soort level design. Het is weer anders. Blijf erop. Ja, maar en... Blijf. Erop. Daar ga je. Ik weet het, maar kijk. Het is het shit daar beneden. Ik wil geen skin hebben. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Het is toch waar. Dit stukje wordt wel een beetje vaker gebruikt. Oeh, we hebben Edge. We hebben Magie. We hebben Goku. Nee, en we hebben Archer. Ah, deze bas. Heb je nog deze bas? Nee. Oh, hallo! Wat je daar net zag was volgens mij Damn, deze, you scare me! Like, volgens mij was dat Romal, of hoe noem je? Romanio. En hij, like, dat was zijn lichaam en hij heeft volgens mij vernietigd. Weet je wat fucking mogelijk met fucking vuur? Holy shit! Oh, hier komt de vader. Hier komt. Hè? Wow, waar is de tweede vader? Daar gaan we. Nee? De shit? Ik heb wel op de helft van zijn HP gebouwd. Waar is het? Daar gaan we. Geen meer met tijd te maken. Van nou weer het leuker. Gaat de muziek dood. Weet je wat er is gebeurd, like, ik had de baas verslagen en dan was ik de doodanimatie. En ik viel toen in die pit. Laat hem snel vermoorden dat hij mij heeft vermoord, dat is de strategie nu. Sta aan de zijkant. En dan nu in de midden blijven. Man, weet je, hij is geweldig voor dit. Ben het dood. Oh, ja. Oh. Nee, alleen toch. Oh, nee, hij is dood. Die animatie vind ik dus net in die pit. Dus ik moest de hele baas opnieuw doen. Oké, de baas is klaar. Ik kan nu verder gaan. Oh, shit. Hebben we tijd nog voor nog een... Wat is dit? Ja, dit is de zandlevel.